Echt Herman Koch is een schrijversportret van regisseur Pieter Verhoef, waarin Verhoef in gesprek gaat met naasten, familie, bevriende schrijvers over het raadsel Herman Koch. Wat is het ware gezicht van deze succesvolle televisiemaker en auteur? Ik praat erover met regisseur Pieter Verhoef. Dames en heren, Herman Koch en Connie Palmen. Je hebt niet zomaar een boek gelezen, je hebt iets meegemaakt. Ja, maar wat ik werkelijk denk, 's nachts stond direct op mijn hotelkamer, dat kan echt nooit in een boek. Hallo. Marijn. Pieter. Hi. Ja. Aangenaam. Ik wist dat je zou komen. Ja, wat goed. Dus dat daarom heb ik de jas al aan. Ja, nou, hartstikke handig. En mijn haar gedaan. Zo. We gaan nu naar de ijsbreker, hè, het café. Ja. Want ik begreep dat je daar ook wel met Herman zat. Ja, zo nu dan spreken we hier wel af. Mm-hmm. Ja, iedereen uit die televisiewereld schijnt hier tegenwoordig af te spreken. Maar ik woonde hier dus op steenworp afstand, dus dan is het vaak makkelijk om hier even te... Ja. Ja. En Herman Koch, ja, is een oude bekende van jou, toch? Ja, sinds vlak voor Jiskevet. Mm-hmm. Ik kende hem al een beetje via... Michiel Romein. En toen werd ik door hen benaderd of ik dat niet wilde regisseren. Jiskevet. Ja, Jiskevet. Ja. Dat heb ik dus de eerste jaren gedaan, voor zover zij te regisseren zijn natuurlijk. Maar ze laten zich niet regisseren. Nee? Nee, dat maar was wat een... moest jij dan doen? Nou ja, ik bood vooral de, zeg maar, de vormen aan waarin je iets zou kunnen doen. In een quasi-documentaire over een speelfilmvorm of in een strakke documentaire. Dus ik bedacht de vorm en ik monteerde al die ellende. Oh ja, zeggen, tot ja. Een ordentelijk geheel. Ja, ja. En hoe kwam je dan op het idee om nu die documentaire te maken over Herman Koch? Dat was niet mijn idee. Dat was het idee van de eindredacteur van Het Uur van de Wolf. Die wilde vooral... van wat zit er nou achter die man? Mm-hmm. Daar moet een, in die, ja, er zit heel wat van die merkwaardige, soms agressieve scènes en zo. Dus daar moet een uit grote, een boek. Een grote agressie en woede in die man gaan. Mm-hmm. Maar daar speelt hij ook mee en hij overdrijft. Ja. En hij uit die middels personages. Ja. Want als je hem zo tegenkomt, is het de meest vriendelijke, voorkomende man die je je kunt voorstellen. Ja, nou dat zie je ook wel in al die Q&A's, hè? Die, in ja, de hij is ontzettend vriendelijk, op het saaie af, ja. Daar hebben we veel van weggegooid. Nou, daar wil ik zo meteen alles over horen, ja, waarom je voor die vorm hebt gekozen. Ja, maar u, zullen we eerst even gaan zitten? Ik zei je. Nee, u. Nee, ik zei je. Je zei u. Oké, okay, u dan. Nou, gaan we zitten, u? Ja. Oké. Okay. De rector keek mij onderzoekend aan, voor zover je de blik van een lagere intelligentie onderzoekend kunt noemen. Het was mijn ervaring dat je tegenover lagere intelligenties het beste glashard kon liegen. Met een leugen bood je de suffert de mogelijkheid om zich zonder gezichtsverlies terug te trekken. En daarbij wist ik het echt nog wat er in het werkstuk over de doodstraf uit mijn eigen koker kwam en wat uit die van mijn zoon? Ik kon me een gesprek herinneren waarbij er een moordenaar op proefverlof ter sprake was gekomen. Ik keek naar de rector. Deze fluim die in de opwarming van de aarde en de totale uitbanning van alle oorlog en onrecht geloofde, hing zeer waarschijnlijk ook de overtuiging aan dat je verkrachters en seriemoordenaars kon genezen. Dat je ze na jaren leuteren met een psychiater weer de eerste voorzichtige stappen terug in de maatschappij kon laten zetten. Waarom wilde je dan graag deze film maken? Omdat ik toen zijn boeken ook ging lezen, was ik ook meer ging lezen dan ik al had gedaan, was ik ook wel nieuwsgierig wat er van hem zelf allemaal in die boeken zit. En het eigenaardige is dat hij van heel veel autobiografisch materiaal gebruik maakt. Als je dat een beetje weet, dan zie je allerlei dingen uit zijn eigen leven en uit zijn omgeving die invult. Maar hij speelt daarmee. En daarbij heeft hij het vermogen, en zoals hij zelf zegt, ik heb het bijna ziekelijke vermogen om het te verplaatsen in mensen. Ook in mensen waar ik helemaal niks mee heb, waar ik misschien wel een weerzin tegen heb. Je volgt hem 10 dagen tijdens een tour nadat hij het boekenweekgeschenk heeft geschreven. En je interviewt naasten eigenlijk van hem. Dat zou ik omschrijven als de vorm. Waarom heb je besloten om dat zo te doen?
Nou, ik had eerst helemaal niet besloten om dat zo te doen, want ik interview bijna nooit anderen over het hoofdpersonage. Ja. Ik wil dat dan altijd liever samen met, of ik interview zelf of ik doe het samen met anderen en kijken wat er dan uitkomt. Ja. Maar Herman wilde dat liever niet. Herman zei van, want ik had me voorgesteld, ergens een ontmoeting op zijn boerderijtje in Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. Op zijn huisje in Zeeuws-Vlaanderen met die schrijvers, dat lijkt me ontzettend. Dus met Frans Vermezen en Griet op de Beek en Wanda Rijssel. In de eerste plaats wou hij niet dat we dat huisje filmden. En in de tweede plaats zei hij van, ik denk dat ze veel eerlijker zijn tegenover mij als ik er niet bij ben. Oh. Dus dat vond ik eerst, dacht, ja, godverdomme, hoe moet ik dat nou doen, weet je wel? En een beetje, dus dacht, nou, een beetje strak voor de camera en niet al te veel gedoe. Geen scènes maken, alleen maar praten met ze. Mm-hmm. En ik had me voorgenomen om hem niet te interviewen, dat wou ik dus niet. Ja, ik dacht, hij wordt zoveel geïnterviewd al tussendoor, laat die andere mensen dat maar doen. En dan kom ik nog eens een keer, hij ook nog eens een keer op een stoel. Mm-hmm. Dus dat heb ik maar niet... niet gedaan. Met z'n drieën, hè? Met z'n drieën. En wij niet eens, ja. Ik kom deze. Voor het eerst sinds 2009 weer op hoekenbal en dan ook nog eens eregast. Ja, dat is wel speciaal. Dan ben je gewoon bij jezelf een beetje het feestje, hè? Gezonde spanning? Ik heb geen enkele spanning bij dit soort dingen. Ik was nooit zo erg jaloers op schrijvers die dan het boekenweekgeschenk moesten schrijven en die hier dan allemaal doorheen moesten, maar ik zie nu dat het enorm meevalt. Qua aandacht? Die aandacht, ja. En die aandacht die zul je ook zien, die gaat straks enorm verslappen. En over 2 uur zien ze mij al niet meer staan. En dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Had je dan het gevoel dat die andere interviewers nooit echt tot hem door zijn gedrongen? Nou, het valt mij op, want ik heb natuurlijk heel veel van die dingen doorgekeken en geluisterd, dat er weinig zijn die geïnteresseerd zijn in die achtergrondvragen. Van, zit er iets in jezelf of in je verleden wat... Het gaat heel vaak toch over oppervlakkige dingen of over literaire dingen. Ja. Hoe schrijf je, wanneer, met welke pen en dat soort... Dat soort vragen. Triviale onzin. En dus dat soort dingen heb ik allemaal proberen te vermijden ook. We hebben een keer een scène en dat was... Dat hadden wij een tijdje, heb je dat wel eens, ik weet niet of iedereen dat heeft, maar dat je jeuk aan je reet hebt. En Herman, heb die, ook wel eens, ja. Ja. En Herman zei, ja, jeuk aan je reet, daar kon je dan een soort zalf voor halen. En toen dacht ik, laten we eens een sketchje maken over iemand die enorme jeuk aan zijn reet heeft. Mm-hmm. Dus Herman die offerde zich op. En toen hadden we dus een paar van die locaties. Een man die krijgt jeuk aan zijn reet. Dus het begon in Café de Reiger in de Jordaan. En we hadden het idee dat Herman zijn reet ging wassen in de spoelbak. Dus Herman, die trekt daadwerkelijk aan Stanislavski helemaal ingeleefd, trekt hij zijn broek naar beneden met dat grote klokkenspel. Die gaat op die bak zitten en gaat daadwerkelijk over de borstel gaat hij zijn reet zitten spoelen. Maar het was een hele kluif, zal ik je vertellen. Ja? Wat was er zo ingewikkeld? Of wat was er vooral ingewikkeld? Nou ja, in de eerste plaats... er kwam er eigenlijk niet zo erg veel uit al die sessies die we hebben gevolgd. Al de Q&A's? Ja, of die... Of die signeersessies. Ja, dan denk je, nou, dan heeft hij wel leuke gesprekjes met die mensen. Maar helemaal geconcentreerd op die handtekening. Heb je toen het plan omgegooid? Of... Nee, we hebben ons voorgenomen, we gaan gewoon een 10-daagse veldtocht en we gaan mee. Ja. En we zien wel wat er uitkomt. En het was heel gezellig. In het Russisch. Maar prima. Ik heb het in Sint-Petersburg gekocht. Er zijn 5 boeken van mij in het Russisch, hè? Ja. 4 of 5? U bent heel populair. Heel populair. En toen kwam ik er eigenlijk tijdens de montage achter dat het wel leuk zou zijn dat ik... tamelijk veel fragmenten en ook redelijk lang hem zou laten voorlezen onder die reisshots. En dat geeft dan ook wat adem, zal ik maar zeggen. En, hoe heb je die geselecteerd? Die heb ik geselecteerd aan de hand van de thema's die opkwamen uit het materiaal wat ik had. En gebaseerd op thema's en onderwerpen die ik belangrijk vond. Je kent hem natuurlijk al heel erg lang. Ken je hem misschien niet te goed
om een film over hem te maken? In die zin dat je hem misschien ook wel wilde sparen. Nou, ik wilde hem absoluut niet sparen. Maar ik ben in mijn kunstenaarsportretten ben ik niet zo in die zin kritisch. Dat ze kritisch moet onderhouden op iets. Ik wil dingen aan de weet komen, juist omdat ik ze bewonder en ook heel vaak gewoon wil weten, hoe doe jij dat nou? Ja. En hoe kom jij tot zo'n prachtig verhaal of tot zo'n indrukwekkend schilderij of zo'n muziekstuk dat me raakt. Ja. Dus ik ben als een soort van collega ben ik nieuwsgierig naar hun, hoe zij het doen. Ik had na het zien van de film nog steeds niet het gevoel dat ik hem nou... Ik had hem zo graag wel gehad dat je hem had geïnterviewd of dat je bij meer ingrijpende gebeurtenissen in zijn leven was. Of zijn... Ja. Dus ik had het gevoel dat hij misschien wel... jou gewoon te slim af was of zo? Of... Ja, mij te slim af. Kijk, het is wel een man die heel veel ervaring heeft met, zal ik maar zeggen, de media. Ja. En eigenlijk heel goed doet, weet wat hij doet. Ja. Ook in interviews zag je hem regelmatig toch wel even richting lens kijken enzovoort. Ja. En bij andere slachtoffers, daarvan zeg je van, nou, ik wil graag dat je dit hebt, de mensen zonder soort aarzeling, maar weet hij niet veel. Ja. En dus hij had het wat dat betreft ook wel een beetje in de hand. Maar er is... ik denk dat er niet zoveel meer is dan je ziet wat er is. En ik vind dat er op een bepaald moment een aantal zeer ontroerende fragmenten over de dood van zijn moeder... Ja, absoluut. En dat is Herman ook. Lieve Herman... Het was geen onderwerp van gesprek tussen ons, je moeder en haar ziekte. En dan zie ik mezelf plotseling op je moeders begrafenis. Jij bent 17. Het was mijn eerste begrafenis of crematie. Ik had een heel stemmig zwart jurkje aan, terwijl ik nooit jurken droeg. Ik herinner me niet of je vader erbij was. Die had ik maar één keer gezien. In mijn beleving was jij daar alleen en jij had de regie in handen. Je had Atom Heart Mother van Pink Floyd laten draaien in de aula. Dat bleek later Uma Guma te zijn. Ik vond het indrukwekkend om te horen dat je moeder van die plaat hield. Je maakte weer harde grappen toen het over was. Ik vond het rampzalig voor je. Maar wat moest ik zeggen? Wat zegt een 15-jarige op een begrafenis? Het woord gecondoleerd kon ik mijn strot niet uitkrijgen. Dat was vals en onpersoonlijk. Dat zei je niet. Wat voor houding geef je jezelf dan wel in zo'n pijnlijke situatie? Liefs, Wanda. Voor mij was wel ook een sleutelscène of sequentie eigenlijk. Dat je... hoort over zijn ouders en zijn vader die vreemd ging, moeder die overleed. Hij bleef eigenlijk alleen achter, ondanks dat zijn vader nog wel leefde. Jonge leeftijd, ja. Ja, precies. En voor mij was dat ook wel een soort van de kern van wat hem gevormd heeft. Is dat ook hoe jij dat ziet? Nou ja, het is maar... Ja, alles vormt je in het leven, ook een saai leven... waarin de vader en moeder bij elkaar blijven of vreselijk gelukkig zijn... zodat je je buitengesloten voelt. Er is altijd wel iets, natuurlijk. Het is niet zo dat hij daardoor schrijver is geworden. Want hij schreef altijd al graag. En kwam met de meest fantastische verhalen thuis, zou ik maar zeggen. En toen zag hij dat hij... toen merkte hij aan zijn moeder dat de meest onwaarschijnlijke verhalen... dat ze die geloofde... Ja. En dat hij dat leuk vond om dingen die niet echt waren gebeurd, om die zo te vertellen dat mensen het geloofden. Het geloofden, ja. Ja. En, dus het is niet de reden van zijn schrijverschap geweest, want dat heeft heel lang geduurd voordat hij echt durfde, zou ik maar zeggen. En het is ook heel lang voordat hij met zijn eerste roman uitkwam. Nu mijn moeder dood is, is het allemaal weer veranderd. Wanneer ik 's middags thuis kom, zitten de gordijnen nog dicht... en hangt er een soort weeënlucht van bederf... waar domweg niet tegen op te boksen valt. Ik word er zo triest van dat ik vaak niet eens de kracht kan opbrengen... om de gordijnen open te trekken. Ik bak een paar eieren en zet de televisie aan... Of ik ga gelijk weer naar buiten, naar het huis van Erik, waar alles gewoon is. En je tenminste het gevoel hebt dat ze op je zitten te wachten, al ben je dan niet eens van de familie. We hebben dus ook nog kijkersvragen. Oké. Mag ik die aan je voorleggen? Nog graag.
En in hoeverre gaat het over Herman Koch en niet over het beeld wat de documentairemaker heeft van Herman Koch? Dus in hoeverre is het objectief? Dat is een, als je dat er altijd zegt, een goede vraag. Want een filmportret gaat eigenlijk altijd net zoveel over de maker van het portret als over de geportretteerde. Ja, je moet er toch de dingen uitpikken waar je zelf ook een feeling mee hebt. Dat is ook zo. Je vindt bepaalde aspecten aan iemand interessant. Ik ben niet als die interviewers die namens het publiek in de zaal vragen. Ja. Ik stel de vragen namens mijzelf. Ja. Dat lijkt me misschien ook wel een teleurstelling voor de kijkers thuis. Dat er zoiets bestaat als objectieve documentaires of berichtgeving of media in het algemeen. Ik vind dat een beetje dom. Wat? Want dat de mensen denken dat een portret een objectief wordt. Je kunt een eerlijk beeld geven. Ja. Waarin de geportretteerde zichzelf ook achteraf nog herkent. Ja. En Herman was... Maar ik weet niet of ik dat moet zeggen, maar die was zeer ingenomen met het rest. Ja, nee, dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Wat vond Herman zelf van de film? Ja, hij was zeer in. En daar was ik heel blij mee. En hij was ook een beetje verrast over wat er uitkwam over die periode rond zijn. In zijn late puberteit, zou ik maar zeggen. Hij wist niet dat er een briefje er was, hij wist niet dat er was en dat het zo werd verteld. En daar was hij echt wel door geraakt. Hij heeft heel erg graag publiek om zich heen. Dan leeft hij echt op en het domineert ook dan zo'n groepje heel erg. Dus hij was wel eens bang, dat beamen de anderen ook, dat je ook wel eens door hem gepakt zou kunnen worden. En je hebt dan zo'n macht als je zo'n gevoel voor humor hebt. Ja, en zo'n vermogen om betalen om te gaan. Ja, en dat was voor hem een soort wapen om de buitenwereld, denk ik, behoorlijk op afstand te houden. Want het was, behalve een intelligente jongen, ook in mijn optiek een hooggevoelige jongen. Komt echt in beeld dat het wapen van Herman Koch, dat is het lachen en de humor. En ik vraag me af van, vraag dan even door, is dat echt zijn wapen of is dat zijn masker? Houdt zich daar aan vast of is dat echt Herman Koch? Ja, voor een deel wel. En ik zeg dat ook in de vraag, dat hij wel een man van de maskerades ook is. Mm-hmm. En dat is ook om zichzelf te beschermen. Ik bedoel, hij is niet bang om dingen over zichzelf te zeggen, maar hij is wel bang dat hij daarmee wordt wegverklaard. Eenduidig wordt neergezet. En hij zet een masker op, zet het af, dan denk je, ach, nou hebben we hem zelf. En dan speelt hij daar weer een, dan zet hij een andere masker op. Dus dat is toch eigenlijk in de kunst en de poëzie ook zo. Dat je dus in de vermomming, of wat mij betreft in de symboliek, zegt, geeft net zoveel bloot als dat het verborgen houdt. Ja. In die zin is Herman een poëtische persoonlijkheid. Ja. Ik vergelijk Herman nog altijd met een Mexicaanse slaapschutter. Die altijd een beetje in zo'n hangmat, een beetje een tequila drinkt met sigaartjes of waffel. En dan denk ik, zo'n soort... En Herman heeft ook iets onaantastbaars, wat ik ook wat heel geestig van vind. Heeft hij iets wat het glijdt van hem af op een of andere manier. Dat heb ik veel minder. Ja? Ja. Ik kan me nog wel eens dingen aantrekken en denk, Jezus Christus. En jij denkt helemaal niet, want hij lijkt wel heel empathisch en zo. Hij is sluw. Hij laat zich door de emotie niet vangen. In ieder geval niet zichtbaar. Ja. Maar dat klinkt eigenlijk onmogelijk om een film te maken over zo'n man. Nou, niet onmogelijk, maar het was wel zo van... die film mag niet uitkomen dat ik uiteindelijk met een verklaring kom... voor hoe die is in elkaar. Dus ik heb... Pas later ook die titel gevonden, echt
Herman Koch. Ja, ja. Snap je? Dus er moet veel te raden over blijven. Dat is ook goed. Ja. Griet op de Beek die vraagt aan het einde van de film. Toen zei ze van, ik heb Herman gevraagd, als ik nou al je boeken eens rustig en aandachtig zou lezen, ja, zou ik jou dan leren kennen. Ja. En toen dacht hij na en toen zei hij van, ik vrees van wel. En toen, ja, vroeg ik, heeft hij dat ook toegelicht? Nee, natuurlijk niet. Dat moest ik zelf maar uitvinden. En ja, eigenlijk vind ik, je kent Herman, je kunt Herman het beste leren kennen als je zijn boeken leest. Mm-hmm. En dan mag je dan zelf een beeld uit vormen. Ja. Ja, nou, dat was het dan. Ja, nou, ik wil je toch heel erg bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Oké, okay, fijn. Meer weten? Op tweedoc.nl vindt u meer dan 1000 documentaires, interviews en tips.